Kom op, Riolu. Hij doet... Hij doet gewoon een critical hit op mijn Riolu, waardoor mijn Riolu in één keer kapot is. Wat? Dit wordt gewoon alsnog spannend. Wat de hef is er met Duraludon? Yo, Nintendo fans. Ryan was de eerste gymleader die mijn baby Pokémon team wist te verslaan. Maar ik heb getraind. En ik heb een soort van nieuwe strategie verzonnen. Zoals je ziet heeft Munchlax nu mijn Rocky Helmet. Want Munchlax kan heel veel klappen gaan vangen. En dan damage die de tegenstanders met de Rocky Helmet. Voor de rest heeft hij nog steeds dezelfde aanvallen. Mantyke is getraind. En ik hoop dat ik één ijsaanval op Flygon kan gooien. Want dat gaat veel damage doen. Magpie kan hier niet veel doen. Helikit kan hier ook niet veel doen. Maar Bidoof heeft Energy Ball. Die heb ik via een TR gekregen. En dat doet 90 damage. En kan er ook nog voor zorgen dat de special defense van de tegenstander omlaag gaat. Dus Bidoof kan nu misschien ook echt iets gaan doen. Als je wilt dat ik win, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag spannende Nintendo video's. En dan gaan we beginnen met Munchlax en Mantyke. Poging 2 tegen deze gast. Tegen Raihan. We zijn weer terug. Hopelijk gaat het nu lukken met wat sterkere Pokémon. En hopelijk heb ik nu een betere battleplan tegen deze gast. Ah! Ik wil niet nog een keer verliezen, jongens. Kom op, baby Pokémon. De vraag van de dag is... wie wordt mijn beste Pokémon straks tegen Leon? Laat het weten in de reacties. En leg alvast jouw battleplan uit voor als ik straks tegen Leon moet. Dan gaan we nu even tegen Raihan. Tegen Gigalith en Flygon. Munchlax en Mantyke. Let's go, gasten. Oké, de Sandstorm is weer real. Ik ga gewoon gelijk slapen met Munchlax. En kom op, Mantyke. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Icy Wind. Dat kan ik op allebei ook doen. Flygon doet de swipe. Die doet niet veel damage, maar daarmee doet hij wel mijn aanval naar beneden. Allebei mijn Pokémon. Bij Mantyke en bij Snorlax. Let's go. Is Mantyke nu aan de beurt? Kijk, hij is wel gehurt bij de Rocky Helmet. Flygon heeft al damage gepakt. En deze dan. En deze dan. Oeh, Flygon pakt lekker veel damage. Gigalith natuurlijk wat minder, maar zijn snelheid is ook naar beneden. En de snelheid. Ja, de snelheid van Flygon is ook naar beneden. Mantyke heeft de Shell Bell, waarmee hij dus een beetje hield. Munchlax gaat lekker slapen. Oké. Ja, het begint redelijk. Heeft Gigalith eigenlijk al wat gedaan, of niet? Of is Gigalith langzaam? Gigalith doet Stealth Rock. Oh ja, dat iedere Pokémon die de battlefield binnenkomt, damage krijgt. Oké, we krijgen damage van de Sandstorm. Maar, ja, ik kan nu wel gaan snurken. En die kan ik op Gigalith gaan doen. En dan kan Mantyke de IJswind gaan doen. Oh, die IJswind is nice. En Mantyke is nu kapot snel. Dit is lekker. Mantyke is kapot snel. Dit betekent dat Flygon uitgeschakeld is. Dat is heel belangrijk. Dat is heel nice. Dat was de Pokémon die in de vorige aflevering, toen het niet lukte, mijn Pokémon best wel had gedamaged. En ervoor had gezorgd dat iedereen's aanval naar de klo was. Dus dat is niet de bedoeling. Oké, Munchlax is nog steeds aan het slapen. Die gaat nog een keer snor doen. Maar dat zal niet heel veel doen op Gigalith. Gigalith wordt wel moeilijk te verslaan. Maar ik heb natuurlijk nog Bubble Beam. En hij is flinched. Lekker. Gigalith is flinched. Dus hij kan mij niet aanvallen. En ik denk dat we nu Gigalith inderdaad moeten gaan uitschakelen. Alhoewel, Sandaconda is er natuurlijk ook nog. Ik ga wel snorren nu op Sandaconda. Want snor is niet very effective op Gigalith. Ja, ik kan ook nog gewoon doorgaan even met Icy Wind. Want volgens mij is Gigalith vooral een tank. Ik twijfel. Oké, ik ga nog één keer Icy Wind proberen. Kijken wat dat doet. Kijken hoeveel damage dat doet op Sandaconda. Let's go. Ja, niet superveel. Niet superveel. Maar Gigalith is wel weer langzamer. En Sandaconda is ook langzamer. Shell belletje natuurlijk voor Mantyke. Dus dat is top. Sandaconda gaat nu voor Glare. Dat is een status move waarmee Mantyke geparalyzed raakt. Ja, dat is wel even balen natuurlijk. Ik ga nog wel even snurken op Sandaconda. Die krijgt daar redelijk wat damage ook van. Ik twijfel of ik nu even een Paralyze Heal moet gebruiken. Oké. Hij heeft een super effective move op Munchlax. Daar moeten we zeker voor gaan oppassen. Maar de Rocky Helmet doet hem natuurlijk wel damage. Ik ga Munchlax weer laten slapen. En ik ga gewoon nog een keer IJswind doen. Let's go, let's go. Oh, Sandaconda doet Protect. Oh, dit is balen. Dit is balen. Sandaconda heeft zichzelf geprotect. Dus ik raak met mijn IJswind alleen maar Gigalith. Maar dat doet bijna geen damage op Gigalith. Oké, slim gespeeld Sandaconda. Nice. Ja, dit is toch een battle waar je een lange adem moet hebben hoor. En ik ben nog steeds een beetje zenuwachtig hoor. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Munchlax begint gelijk weer te slapen. En daarmee gaat zijn HP natuurlijk weer helemaal vol. Lekker. Ja, ik zou natuurlijk ook Belly Drum kunnen doen. Maar ik vind dat een iets te veel risico. En dit is wel heel naar trouwens. Mijn Mantyke wordt nu gesloopt. Oké.
Misschien had ik toch Gigalith even uit moeten schakelen. Want die is toch wel aardig vervelend. Die heeft toch wel elke keer super effective moves. Maar dan is het nu tijd voor Bidoo. Let's go. En Bidoo heeft dus een nieuwe aanval, jongens. Deze kleine mini Bidoo. Hallo. Die pakt natuurlijk wel wat damage. We gaan even snurken op Sandaconda. En we gaan een energy ball gooien op Gigalith. Let's go. Hopelijk schakelen ze nu allebei in één keer uit. Ik denk het niet hoor. Ik denk niet dat Sandaconda down gaat. Maar Gigalith gaat wel down. Energy ball, jongens. Bidoo heeft gewoon een super goede aanval nu. Dat is heerlijk. En Munchlax gaat naar level 59. Oh, ja, ja, ja. Bidoo is wel nice, man. Bidoo is heel nice. En wie gaat hij nu paralyzen? Hij gaat Bidoo paralyzen. Ja, dit is wel een beetje vervelend. Wij beginnen nog even lekker te snurken tegen Sandaconda die niet down gaat. Maar die paralyzation is wel irritant, man. En daar is Duraludon. Hopelijk geven we nu geen tijd aan Sandaconda om weer een Sandstorm te gooien. Maar ik denk het wel. En als ik heel eerlijk ben, heb ik nu ook niet zo gek veel aan Bidoo. Dus ik ga maar gewoon even resten en dan snorren en dan zie ik wel wat er gebeurt. En dan moeten we straks maar gewoon lekker... Jullie weten het. Jullie weten het. Met Riolu die super sicke moves gaan doen. Oh, man. Dit is het, hè. Dit is het. Duraludon, die gigantische gebouw-Pokémon. Level 48. Het moet wel te doen zijn. Wij zijn nu wel echt hoger level. Maar we hebben zo weinig counters tegen te mogen. Ik kom niet meer uit mijn woorden, jongens. Tegen deze Pokémon, wou ik zeggen. Wij gaan ook niemand raken nu. Hij doet Max Knuckle. En dat gaat sowieso op Munchlax pijn doen. Ja... Ja, maar... Even kijken. Ja, maar Rocky Helmet, dat helpt waarschijnlijk niet tegen Dynamax-Pokémon, toch? Of wel? Krijgt hij nou damage? Nee, volgens mij krijgt hij geen damage. Dus eigenlijk moet ik Munchlax gewoon in leven houden. Ik moet hem gewoon, denk ik, gaan voeren met potions of zo. En dan moeten we nu gewoon die gekke Sandaconda gaan uitschakelen. En dat ga ik dan maar proberen met Bidoo. Oké, let's go. Hyper potion voor Munchlax. En Bidoo moet Sandaconda even uit gaan schakelen. De gameplan is nu Munchlax in leven houden. En straks Riolu ernaast kunnen zetten. Dat is mijn plan. En voor de rest moeten we gewoon zorgen dat Duraludon gewoon lekker damage gaat pakken. Doordat hij steeds mijn Munchlax aan wil vallen straks. Nu helpt het nog niet. Ja, hij is wel zijn attack flink aan het boosten. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ik heb natuurlijk ook nog mijn Dynamax mogelijkheid over. Maar Sandaconda is weg. Dat is één. Hij begint wel zand te spugen. Ja, dus het is... Oh, dat was zijn ability, hè. Dat als hij doodgaat... Ja, dat er dan weer een sandstorm komt. Heel naar. Nou, oké. Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Let's go. Ondertussen krijgt Bidoo damage. Krijgt Munchlax damage. Krijgt Munchlax weer een potion. Een hyper potion. En gaat Bidoo het moeten doen, jongens. Nou ja, Bidoo gaat helemaal niks doen. Bidoo gaat een beetje snurken. Maar dat doet letterlijk 3 HP damage, denk ik. Maar ik wil niet zomaar nu... Ik wil... Ja... Oké, okay, Munchlax is toch weg, jongens. Is toch weg. Ja, hij begint zijn aanval te boosten. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Nou, Bidoo ligt lekker te tukken daar. Die begint een beetje te snurken. En dat doet, zie je? Dat doet... Nou, dat doet... Oké. Dat doet nog 10 HP damage of zo. Het is nu tijd voor Riolu, jongens. En ik kan natuurlijk die all-out attack doen. Maar ik kan hem ook nog steeds laten Dynamaxen. Laat ik eerst gewoon proberen te Dynamaxen dan. Want ik bedoel, Duraludon is nu klein. Max Knuckle erbovenop is super effective. Ja, Ryan. Ik heb getraind voor jou, jongen. Ik heb getraind voor jou. Ik had een beter battleplan dan toen ik hier net de eerste keer aankwam. Let's go. Als die nu nog van mij wint, hè. Dan word ik gek. Dan word ik gek. Ik heb nog 4 Pokémon over. Dit moet lukken, jongens. Doe het duimpje omhoog, jongens. Doe het duimpje omhoog voor de support. Let's go. Kom op, Riolu. Hij doet... Oké. Critical hit. Hij doet gewoon een critical hit op mijn Riolu, waardoor mijn Riolu in één keer kapot is. Wat? Wat gebeurt hier? Oké, Magby, let's go. Magby, flamethrower. Ik ben nu ook gewoon mijn Dynamax beurt kwijt, hè. Wat is dit? Dit wordt gewoon alsnog spannend. Wat de hef is er met Duraludon? Ik ga wel die Max Revive gooien op Riolu, hoor. Want ik wil gewoon die all-out attack gaan doen strakjes. Als het eventueel nog nodig is, als het nog kan. Magby gaat voor flamethrower. Let's go. Hoeveel damage doet flamethrower? Oh. Oh. Oké, Magby. Oké. Die zag ik niet aankomen dat jij Duraludon gewoon zou slopen op deze manier. Jeetje, wat een baas. Ik zei van tevoren, nou, Magby, daar hebben we niet zoveel aan. En dan doet hij dit. Dan doet hij dit. Jeetje. Blijkbaar hebben we Magby zo hard getraind dat hij nu gewoon dit kan doen. Jeewig. Nou, kom maar op met die badge, Ryan. Niet zo chagrijnig kijken. Let's go. De laatste badge hebben we gefixt.
Wat een baby team, jongen. Dit team is te gek. Dit team is bizar. Lekker. Wat ze flats. Doen we gewoon. Oh, wat chill. Wat vet. We hebben alle gym badges. En nu mogen we naar de Champions Cup. Ryan komt nog even aangerend. En van hem krijgen we TM99 Breaking Swipey. Daarmee raak je dus al je vijanden. En doe je hun aanvallende stats naar beneden. Misschien is dat ook nog wel handig. Ik weet niet of ik die aan Snorlax kan leren. Maar dat zou best wel handig kunnen zijn voor Snorlax. Kijk, en Hop is er ook klaar voor om dit te gaan fixen. Laten we even kijken naar die Breaking Swipe TM. Oh nee, die kan ik niet leren. Het is een Dragon type move. Dat is wel balen. En terwijl we naar buiten lopen, wordt... Ja, deze meid wordt nu gewoon de professor. Professor Sonja. Ik ga even op de trein richting Windham City. En Hoppie gaat gezellig mee, want die zegt, ja, ik heb hem overslagen. Lekker, man. Lekker bezig, Hoppie. Daar zitten we weer, hoor, met onze pokefoontjes of zo, of hoe je die dingen wil noemen. En hier, dit is de plek waar we naartoe gaan, naar de Battle Tower. Ja, en dan denk je dat je bijna bij het einde van de game bent, maar er gaat echt nog genoeg gebeuren, jongens. Doe even dat duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we in de volgende video hier langs dit sneeuwpad, richting Windham City. Mazzel!